Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag vond hier in Breda de opening plaats van de vierde Studio Census. En Breda Nu was er natuurlijk bij. Opening zou eigenlijk plaatsvinden door Pierre van Hooijdonk. Ja, die had zijn enkelbanden gescheurd. Dus dat kon niet doorgaan. En daarvoor vond de opening plaats door John Peek. Laten we eventjes kijken naar de beelden van de officiële opening. Ja! En hierbij is Studio Census in Breda geopend. Leslie Cavalier, vestigingsmanager hier van Studio Census Breda. Geef eens even een korte omschrijving van wat Studio Census is. Studio Census is een inspiratiecentrum voor de horeca. Interieurs, keukens en alle accessoires die daarbij horen. Dus het is ons idee om hier mensen te inspireren als ze op zoek zijn naar een nieuw interieur of een nieuwe keuken. Of alleen maar iets willen vervangen. En dan zijn ze hier op het juiste adres in Breda en hartelijk welkom. Het is gevestigd bij de horeca groothandel Hanos ISPC. Maakt het daar ook onderdeel van uit? Ja, we horen tot de groep Hanos in Nederland. En de vestiging in Breda heet dat toevallig Hanos ISPC vanwege het verleden van de ISPC. En we zijn inmiddels met meer dan 25 bedrijven door heel Nederland gevestigd. En dit is de vierde Studio Census in Nederland. Want waar zijn de andere vestigingen? De eerste vestiging is geopend in Zwolle, later de tweede in Delft. Er is er ook eentje in Rijssen, die is al operationeel. En dit is de vierde vestiging hier in Breda. En waarom ook gekozen voor Breda? Er was een pand vrij, dat was het eigenlijk. Er was een pand vrij. Ik heb ervaring op het gebied van meubelverkoop. En een opportunity knock. En we hebben daar heel gretig gebruik van gemaakt. En dat gaat goed. Ik wens u veel succes. Dankjewel.